Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de uitzending van december van het Alzheimercafé Venray. Welkom. We hebben vanavond een thema met betrekking tot dagbesteding met kunst, bewegen en muziek. En daarvoor hebben we een aantal gasten hier bij de tafel staan die ons daar iets over gaan vertellen. Ik denk dat het handigst is dat we gewoon beginnen met de dames en dat we uiteindelijk eindigen bij Jo. Voor u thuis, het is in ieder geval goed om te weten van dat ik Catharine Meinzer ben. Mijn collega Nicole is helaas ziek, dus we wensen haar vanaf hier heel hartelijk beterschap. Karen, jij bent Karen Jansen. Stel je eens verder voor met betrekking tot wat jij doet. Ik ben Karen Jansen. Ik werk bij de kunstwerkplaats in Venray. Dat is een dagbesteding voor met mensen met een GGZ-achtergrond. En ik ben daar werkzaam als procesondersteuner sinds maart dit jaar. En nou hebben we het over kunst en jij bent van de kunst. We hebben het over bewegen en over muziek. En hoe is dat eigenlijk naar voren gekomen? Want eigenlijk is het misschien goed om te vertellen dat Dementievriendelijk Venray, in september ook gesproken door Paul Halmans, daarover verteld heeft. En nu is het eigenlijk het vanavond uitdragen van goh, de kunst, het bewegen en de muziek. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. We hebben een subsidiepotje gekregen. Mm-hmm. En toen zijn we gaan kijken van wie wil dit gaan doen binnen ons team, zeg maar. Mm-hmm. En daar zijn Door Klaasens en ik zijn er eigenlijk uitgerold om te zeggen van hier hebben we zin in en dit willen we graag op poten gaan zetten. Nou is het de kunstwerkplaats, daar zitten jullie gehuurd, heb ik begrepen. Want jullie heten Beleef Kunst. Ja, wij heten Beleef Kunst en wij mogen de kunstwerkplaats huren om dit project daar van start te krijgen. Ja. En dat is natuurlijk prachtig, want daar heb je alle faciliteiten, daar mogen we ook gebruik van maken. Dus daar heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt om eventueel iets heel moois te gaan doen met kunst. Nou is het bestemd voor mensen met dementie die in de thuissituatie wonen. Ja. Hoe kom je eigenlijk ertoe om bij jullie terecht te komen? Dus hoe meld je je aan en welke dag of dagdeel is het te doen? Ja, op vrijdagmiddag kunnen wij daar de ruimte huren. Mm-hmm. Wij starten dan om 1:30 en dan nagelang de activiteit duurt de dag. Maar meestal is dat tweeënhalf uur zal dat ongeveer zijn. Mm-hmm. Hoe laat start het? 1:30? 1:30, ja. Het gaat dus inderdaad met mensen met een beginnende dementie, maar het vervoer moet wel zelf geregeld worden. Daar kunnen wij helaas niet, we kunnen de mensen niet thuis gaan halen. Dat lukt niet vanuit die pot, zeg maar, want dat krijg je een ander potje. Ja. Maar het is niet om daar te gaan kleuren het gaat echt om te verven, het gaat echt om kunst. Ja. Maar als mensen zich aanmelden, dan gaan Door en ik een intakegesprek houden. Dan gaan we echt kijken van, nou, wat wil deze persoon? Actief of inactief? En daar kunnen we dus goed op bouwen om te kijken van, en dan gaat het echt niet om mandala's kleuren of de krant voorlezen. Het gaat echt om kunst. Dus dat je echt die zintuigen weer gaat prikkelen om daar iets meer aan de slag te gaan. Is het dan handig dat die mensen in het verleden al iets met kunst gedaan hebben? Of is het ook kijken naar kunst, het hebben over kunst? Ja, actief of inactief. Dus inderdaad, of je gaat aan de slag met iets, of inactief, je praat over kunst. En dan doen wij wat wij van plan zijn, maar we zijn nog startende. Dat wij dan een programma hebben voor de week erop, zeg maar. Mm-hmm. En dan krijgt iedereen een mail. Dit gaan we de week erop doen. Mm-hmm. En past het je, dan meld je je aan. En past het je niet, dan sla je een week over. Dus het is gewoon heel vrijwillig allemaal. Oké. En is het dan ook van, het is vrijwillig, dat er toch wel kosten aan verbonden zijn? Of ja. Elke deelnemer mag, als je dan komt op vrijdagmiddag, wordt er €5 verwacht. Okay. En stel dat de mantelzorger ook die middag blijft, wat ook mag natuurlijk, want het gaat ook om gezelligheid. Dan is de mantelzorger gratis, hadden we besloten. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Ja. Je had het over het intakegesprek. Is het dan dat de mensen daar naartoe moeten komen, ook al een beeld te krijgen van de omgeving? Ja, dat willen we graag laten zien, want de omgeving is gewoon ontzettend mooi. Het is een fijne omgeving om bij de kunstwerkplaats te zijn. En als je het kunt laten zien, dan heb je al een beeld. Hè? Dan kun je al voelen wat het met je doet.
En wij kunnen ook goed gaan onderzoeken van wat ligt jou en wat vind je fijn om te doen en waar kunnen we naartoe werken samen. Mm-hmm. Dus op die manier. Waar ligt het, de kunstwerkplaats? Ik weet het, maar misschien kun je het wel even heel uitleggen. Makkelijk in Venraai op de Acaciastraat. En als iedereen dan zegt waar dan, dan zeg ik bij de brandweer. En dan zegt iedereen, dat zegt iedereen dan. Dus het is makkelijk te vinden op de Acaciastraat 17, eigenlijk de weg naar Leunen. Dus ja, makkelijker kan het niet. Nee. Het aanmelden, dat kunnen ze bij jou. Maar straks in de aftiteling, dan krijgen de mensen nog te zien precies van wat voor telefoonnummer, mailadres en dergelijke. Zijn er nou nog dingen waarvan je denkt van, oh, dat wil ik eigenlijk nog verteld hebben? Oh ja, wacht even. Wanneer begint het? Want hoeveel aanmeldingen heb je nodig? We hebben nu 2 aanmeldingen en we willen graag naar 4 om te starten. Maar eigenlijk liefst naar 6 of meer. Dus ook als mensen zeggen van, oh, volgende week staat het mij niet aan, ik kom niet. Dat we eigenlijk toch genoeg mensen hebben om toch met 4 tot 6 mensen aan de slag te gaan. Mm-hmm. Ook niet veel meer, want we willen wel de aandacht geven aan de deelnemers die ze nodig hebben. Mm-hmm. Dus ja, we zijn er eigenlijk helemaal klaar voor. Dus ja, we willen eigenlijk heel graag beginnen. Maar daar heb je dus deelnemers voor nodig en bekendheid voor nodig. Dus ja, beleef kunst. Ja, zeg het voort. Dat is, ja... Kan dat ook inhouden, beleefkunst, om zeg maar naar Venraais Museum te gaan? Ik noem maar wat. Ja, die plannen zijn er ook. Maar dan is het weer afhankelijk van vervoer of hoe gaan we dit regelen. Daar zijn we over bezig. Maar dat zou zeker kunnen. Ja. Maar in samenspraak kun je heel veel? Heel veel. En vooral samenspraak, gezelligheid en goed voelen, dat is vooral heel belangrijk. Ja, ja. Kopje koffie, zeker, kopje thee. Zeker, ja, koekje erbij ook. Ja. Heel belangrijk. Ook heel belangrijk, ja. Mooi. Eens even kijken, heb ik nog iets. Waar gaat het jullie precies om als de mensen komen? Ja, echt voor de gezelligheid, om ook weer die kunst weer eens aan te prikkelen, mits het was dat ze vroeger. Mm-hmm. Maar ook het samen zijn, noem maar op, hersens prikkelen, alles wat een beginnende dementie nodig heeft. Ja, mooi. Nou, dankjewel voor zover. Ja, graag gedaan. Karen. Kom bij Eva. Eva, jij bent van het bewegen, hè? Het beweeginloop van de Tol. Hè? Want daar kun jij wat over vertellen. Stel jezelf verder even voor, anders ook. Nou ja, ik ben Eva Koenen en ik werk op dagbesteding de Tol in Venraai. Dat is een dagbesteding voor mensen die nog thuis wonen, maar die met indicatie kunnen komen. Maar daarnaast hebben wij ook een ontmoetingsruimte aan de voorkant, wel bekend als het restaurant. En daar hebben wij ook activiteiten voor mensen uit Venraai. En daar, onder andere hebben wij daar dus de beweeginloop. De beweeginloop is denk ik een half jaar geleden zoiets gestart. En in eerste instantie met 1 groep. En ook in samenwerking met de gemeente Venraai. Mm-hmm. Dat liep zo goed. Daarna is dementievriendelijk Venraai ook aangehaakt. En dan zijn we een 2e groep gestart. En dat loopt eigenlijk supergoed. Yes. En op welke dag wordt dat gedaan? Op de woensdag. Van hoe laat tot hoe laat? De ene groep, de eerste is om 2:30 en de tweede begint om 3:15. Dus het bewegen is ongeveer een uur? Het is ruim, ruim een uur, iets minder, maar er is ook nog wel tijd om koffie te drinken en gezellig samen te zitten. En zitten de mensen dan in de kring om samen te bewegen? Of is het ook staan? Of, nou, ze beginnen in een kring. Daar blijft het eigenlijk ook wel bij. Alleen sommige oefeningen, het meeste is zittend, hè, omdat de meeste mensen ook niet meer alles staand kunnen doen. Maar alles blijft een beetje in dezelfde ruimte en het blijft wel in de kring, maar wel af en toe staan ze, af en toe zitten ze. Dus er gebeurt eigenlijk van alles. Ja. Wie geeft het eigenlijk? Dat is Petra de Laroy. Oh, van Dansschool Jansen. Dat klopt, maar nu in haar eigen hoedanigheid, in haar eigen bedrijfje, zou maar zeggen. Oh, wat schoon. Ja. Schoon, zeggen ze. Schoon, hier, hè? Schoon. 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 Ja, dus die hebben wij daar toen voor op aangesproken en die wilde dat heel graag doen. En die geeft de lessen. Nou, zeg je, we hebben 2 groepen. Dan kun je denk ik niet meteen instromen, want dan zit je 2 groepen van hoeveel mensen? Rond de 20 personen. Ja. In 1 groep? Of in is 1 dat... groep, ja. Oeh. Wij hebben nu 2 groepen van ongeveer 20 personen. Ja. Dus als ik het goed aanname neem, laat ik het zo zeggen, dan kom je op de wachtlijst. Er is nog geen wachtlijst, maar het is natuurlijk ook wel af en toe vallen er eens mensen af, er komen mensen bij. Maar momenteel is het inderdaad vol.
Dat is alleen maar mooi. Maar je kunt altijd bellen en dan kijken we of er een plekje vrij is. En dat verschilt ook wel per periode. Dus ja. Ja. Stel, je zit in een rolstoel. Kun je dan toch bij jullie terecht? Zeker, ja. Alles is vanuit de stoel mogelijk. Mm-hmm. En we hebben ook vrijwilligers en zo die helpen met als er dingetjes vallen. Of die met bepaalde bewegingen helpen. En, mm-hmm. Dus dat kan, ja. En dan is het ook, zegt dus dat een mantelzorger mee kan? Ja, mantelzorger. Er zijn zelfs meerdere mensen die een mantelzorger bij zich hebben. Ja, dus dat kan. Of een vrijwilliger meenemen. Of, En wat zijn de kosten? De kosten zijn €2,50 per week, inclusief een kopje koffie of thee. We proberen dat heel laagdrempelig te houden, omdat we mensen graag ook binnen willen houden en willen kijken van, goh, we willen de drempel niet zo hoog maken en mensen ook een kans geven die niet zoveel te besteden hebben om ook mee te kunnen doen. Mm-hmm. Ja. En is het dan dat je dat contant moet betalen of hebben jullie een 10-rittenkaart of om het dan wat makkelijker te maken of een QR-code? We hebben geen QR-code. Ja, ja, het is maar dat we het weten, hè? Nee, wij hebben een strippenkaart voor 10 keer. Strippenkaart, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Strippenkaart voor 10 lessen. Ja. Ja. Stel dat, nou, je hebt nou 2 groepen. Is er nog uitbreiding mogelijk? Dat dat dan ook nog op de woensdag gaat gebeuren? Of kan er dan ook een andere dag? Gaan we wel zeker naar kijken. Want we vinden het zo goed lopen dat we willen kijken. Goh, als er echt nog meer animo is, wat kunnen we daarmee? Hè? Want het is eigenlijk zonde om het dan niet uit te breiden. Mm-hmm. Of dat op de woensdag zal zijn, dat zal krap worden, denk ik. Omdat de hele middag inmiddels al vol is. Mm-hmm. Maar dan kunnen we altijd naar een andere dag gaan kijken. Ja. Dus het staat nog niet vast. Maar er zijn wel mogelijkheden. Ja. Nou zitten wij hier in het Alzheimercafé, dus het is bedoeld voor mensen met dementie. Maar stel dat je een andere ziekte hebt, kun je dan ook even goed deelnemen? Of? Zeker, ja. Wij hebben nu eigenlijk een gedeelde groep. Het is de meeste senioren, er zijn zelfs iets jongere mensen bij. Het is niet per se, er zit geen leeftijd aan verbonden. Mm-hmm. Maar we hebben nu eigenlijk van alles door elkaar. We hebben mensen met dementie die we heel graag mee willen laten doen. Ook omdat die vaak bij andere sportclubs niet meer altijd mee kunnen doen. Maar dat ondersteunt elkaar ook weer. Dus ook de senioren die geen dementie hebben, die zitten er ook bij. En eigenlijk loopt dat heel erg goed. Ja. Die kunnen elkaar ook ondersteunen, merken we. Is het nou dat mensen van de tol dan ook mee gaan doen? Ja, ja, bijna al mijn cliënten die er op woensdag zijn, die doen ook mee met de gym. Ja, die vinden dat heel leuk. Ja. En dan zijn het bewegen, dat zijn eigenlijk minimalistische bewegingen soms, die heel veel eigenlijk bewerkstelligen. Ja, ja. Omdat mensen vaak beperkter zijn in de mobiliteit, hè? Dat bedoel ik, hè? Een rolstoel en dergelijke. Ja, maar dat valt eigenlijk best wel mee, want we merken dat mensen wel vaak meer kunnen dan dat wij denken vaak, of dat ze zelf ook denken. Dus het wordt echt wel, het geheugen wordt ook wat mee getraind, hè? Merken we wel. En Petra doet dat ook heel leuk, dus er kan echt, er worden ook leuk op een speelse manier rekening mee gehouden. Maar het gaat eigenlijk heel goed, ja. Ze kunnen veel meer dan dat wij soms denken. Ja. Nou, dat is ook goed om dat te ervaren. Ja, zeker. Ja. Kijk, Petra de Leroy is hier in het verleden ook geweest, hè, voor het bewegen. Hè. Ja. En dan was het ook actief meedoen, hè, met doekjes in de lucht in gooien en precies, dat soort dingen. Dat soort dingen. Ja. En op de muziek gaat het veelal. Hè. Ja, muziek. Ja. Er wordt altijd muziek gespeeld. En je ziet ook dat mensen niet alleen bewegen, maar ook meezingen. En dat het daardoor gewoon echt heel veel herinneringen ook ophaalt. En mensen die vinden het daardoor ook meteen veel leuker. Ja, ja. Mooi. Zijn er voor jou nog dingen waarvan je denkt van, oh, dat moet ik nog, of dat heb ik vergeten te vertellen? Dat kan dadelijk ook nog natuurlijk. Maar... Zou misschien dadelijk nog komen, ja, ik weet het zo eventjes niet. Maar misschien ook dadelijk waar ze zich aan kunnen melden en dat soort dingetjes. Maar dat kon straks onder in beeld komen, heb ik begrepen. Ja, maar je kunt het nog wel vermelden, hè? Dus ja, mensen kunnen zich in ieder geval aanmelden bij de tol, kunnen daarvoor bellen of binnenlopen. Dat is op de Sint-Josefweg 50 in Venray. De oude LTS, dat weten de meesten wel te vinden. Mm-hmm. Dus binnenlopen mag altijd. Ja. Ben jij dan altijd aanwezig of zijn het ook collega's van jou die kunnen noteren? En ja werken? Hoor, dat kunnen andere. Mijn collega's kunnen dat ook. Ja. Dus, ja. Nee, dan ik ben er vaak, maar mijn collega's er ook vaak. Dus net wie er is. Maar iedereen weet ervan, dus dat kan. Ja. Prima, nou dankjewel. Komen we bij Jo. Jo van Lieshout, arts muzika. Ja. Vertel wat over Ars Musica en over jezelf. Ja, ik ben Jo van Lieshout. Ik ben voorzitter van Ars Musica. En Ars Musica is een gerenommeerd zangkoor hier in Venray.
Iedereen kent dat wel, minstens de titel. Maar hebben ook wel eens een concert van ons bijgewoond. En dit jaar bestaan we 50 jaar. Oh. Dus we hebben allerlei activiteiten gehad dit jaar. En we vonden het ook wel leuk dat we benaderd werden door Venray Dementie Vriendelijk. Om eens te kijken of we met mensen met dementie mogelijk iets zouden kunnen doen. Mm-hmm. En daar zijn we op ingegaan uiteraard. Ja, ja. 50 jaar, dan heb je al een heel verleden met elkaar. Hè? Vaak zijn mensen al langer bij jullie aanwezig. Ja. Is het nou ook dat jullie zelf te maken hebben bijvoorbeeld met mensen met dementie die bij Ars Musica zingen? Ja, we hebben daar wel enige ervaring mee. Zij het niet dat we veel mensen hebben met dementie. Mm-hmm. Maar we hebben wel ervaring met mensen die ook tijdelijk nog meegedaan hebben in het gewone koor. Terwijl ze al dementerend waren. Op een gegeven moment houdt het dan wel op. Maar we proberen mensen zo lang mogelijk bij het gewone koor te houden. Ook als ze al last van dementie gaan krijgen. Ja. Maar daarom is het ook zo mooi dat je daarvoor gevraagd bent. Ja. He, je hebt al enige ervaringen mee. Het heet bij jullie Zing je fit. Ja. Ja. Is dat nou iedere week te doen of hoe moeten we dat zien? Nou, wat wij willen gaan doen is dat een aantal koorleden van ons samen gaan zingen in een projectkoor met mensen die dementie hebben. En die koorleden van ons, dat worden de zangmaatjes van de mensen die dementie hebben. Dus dat worden de concrete begeleiders ter plekke als we samen gaan zingen. Mm-hmm. En daar kunnen ook mantelzorgers overigens aan meedoen. Is niet noodzakelijk, maar dat kan wel. Het zou kunnen zijn dat mensen graag hebben dat er een vertrouwd iemand ook bij is. Nou, dat kan altijd. Die kan meezingen. Mag ook zonder meezingen aanwezig te zijn. Maar we hebben koorleden die als zangmaatje gaan optreden. En die mensen met dementie dan assisteren, zeg maar, tijdens de repetities. Ja. Die mensen kunnen zingen, want dat weten we ook uit wetenschappelijke studies. Mm-hmm. Dat zingen heel belangrijk is. Zelfs een heilzame werking kan hebben voor mensen met dementie. Dus daar hebben die mensen meestal geen moeite mee. Maar het kan zijn dat er andere dingen zijn waar ze wel wat meer moeite mee hebben. Bijvoorbeeld het vinden van de juiste bladmuziek. Mm-hmm. Als de dirigent wil beginnen, dat hij in ieder geval de goede partituur voor zich heeft. Dat soort dingen, daar is dan assistentie bij nodig. Ja. En zo willen we het gaan aanpakken. En wij willen graag starten. Zo snel mogelijk. We hebben inmiddels 2 aanmeldingen, althans 2 mensen die geïnteresseerd zijn met hun mantelzorgen. En als we 5-6 mensen hebben, dan gaan we starten. Waar en wanneer? Wij willen het hier houden. Hier, dit is ook ons thuishonk. Oh, de campaan is jullie thuis. Dat is ons thuishonk. Daar gaan we het ook doen. Oké. En we hebben voorlopig gepland op de vrijdagochtend, eens in de 2 weken, van 11:30 tot 12:00. En tussendoor pauzeren we uiteraard even. Mm-hmm, mm-hmm. Dat we een kopje koffie of een kopje thee kunnen drinken. En een beetje afhankelijk van wat mensen zelf ook willen. Dat zullen we in overleg doen met de mensen die zich melden. Moeten ze al zangtalent zijn geweest of zangtalent zijn? Nee. Mensen hoeven geen zangtalent te zijn. Mm-hmm. Dat komt wel als ze mee gaan doen. Dan worden die talenten wel ontdekt. Maar er zijn ongetwijfeld een heleboel mensen die ook al wel enige zangcarrière achter de rug hebben. Mensen die bijvoorbeeld een tijd lang in een koor meegezongen hebben, maar daar dan toch niet meer welkom waren of niet meer goed konden meedoen. Nou, wat is er dan mooier dan je zangcarrière nog in zo'n projectkoor een beetje door te zetten? Zeker omdat meestal die mensen toch nog wel iets willen doen met zang. En is het nou ook dat jullie bepaalde liedjes al in gedachten hebben om daarmee te starten? Nou, we zullen putten uit het repertoire van Ars Musica uiteraard. Ja. Maar onze dirigent zal zeker ook in overleg met die mensen kijken of er mooie liederen te vinden zijn die we ook met redelijk succes kunnen uitvoeren. We willen wel, en we gaan die lat niet te laag leggen. Het is niet alleen maar daar bij de molen en dat soort dingen gaan niet zingen. We proberen toch zoveel mogelijk ook 4-stemmig of 3-stemmig te gaan zingen, zoals we dat met Ars Musica ook doen. Mm-hmm. En zeker als er mensen bij zijn die wel eens vaker in een koor gezongen hebben, is dat natuurlijk ook heel mooi om dat weer eens aan te boren. En wij denken dat dat zou moeten kunnen. Ja.
Is het nou, je geeft aan van, er zijn al twee mensen die zich willen opgeven. Je hebt 5 tot 6 mensen nodig om te kunnen starten. Ja, we moeten een beetje een groep hebben die ook, ja. Ja, dat ook een koor is. Hè? Ja, 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 dat het ook wat draagt, ja, zeg maar. Ja, 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 ja. Je hoeft geen zangster te zijn. Ja. Maar stel van, het gaat toch helemaal niet. Hoe pakken jullie dat dan aan? Is het dan dat de persoon niet mee kan komen? Wordt dat dan toch gezegd? Of gaan jullie tot het uiterste om toch te krijgen dat zo lang mogelijk mee kunnen doen bij jullie? Nou, als mensen zich melden bij ons, dan zullen we alles in het werk stellen om die mensen ook mee te kunnen blijven nemen in de repetities. Kijk, we willen ook proberen naar een uitvoering toe te werken. Dus dat we, stel dat we ergens in januari zouden kunnen starten, ja, dat we ergens in de lente of in de zomer misschien een eerste optreden kunnen verzorgen. Maar dat moet natuurlijk uitwijzen hoe dat de repetities gaan verlopen. Zou heel maar mooi we zijn. Hebben, we hebben ja, er goede hoop op dat dat zou moeten kunnen. Okay. Zeker omdat er voldoende mensen van Ars Musica zijn. Er zijn ook al andere koren die gezegd hebben, nou, als jullie mensen te weinig hebben om als maatje mee te doen of onvoldoende volume hebben bij elkaar, dan willen wij wel met enkele leden inspringen. Dus dat gaat zeker lukken. Dus in feite heb je ook al vrijwilligers van andere koren die willen bijspringen, begrijp ik? Als dat nodig is, zeker, ja. Maar stel, ik heb ook wel interesse om mee te doen als gewoon vrijwilliger, niet bij een koor passend. Maar kan ik dan ook bij jullie zo dan, terecht? Dan zou ik zeggen, word lid van Ars Musica. Ja, zo kun je het ook zien. Kunt u gewoon meezingen. Ja. We hebben wel een kleine 40 leden, maar we willen best ook weer naar de 50, hoor. Daar is niks op tegen. Ja, nee, ja, dat is een hele goeie, joh. Ja. Ja. Nou is het dat ik ook de andere dames gevraagd had van, goh, wat zitten daar voor kosten aan verbonden? Wat is dat bij jullie? Nou, tijdens de projectperiode, en wij denken dat zo'n half jaar tot een jaar is, zijn er geen kosten aan verbonden. Mensen moeten uiteraard wel zelf naar de camp aankomen of gebracht worden. En het kopje koffie, dat denken wij dat we dat gratis kunnen doen. Maar misschien moeten we daar nog wel iets voor rekenen. Maar ga ervan uit dat daar geen kosten aan verbonden zijn. Als we erin slagen om van dat projectkoor een min of meer vast koor te maken, na een jaar, na anderhalf, twee jaar, dan wordt het natuurlijk wat anders. Want dan moeten we ook als gewoon koor gaan opereren. En dan zal er ook een contributie gegeven moeten worden. Zoals dat bij alle andere koren in Venray is. Ja. Ja. Maar goed, voorlopig zijn er dus geen kosten aan verbonden. Nou is het dat je zegt van 1 keer in de 14 dagen, heeft dat een reden? Want normaal is een koor iedere week. Ja, nou als mensen mee willen doen, ja, dan denken wij dat eens in de 2 weken een repetitie, prima. En misschien tussendoor, dat ze thuis ook nog iets kunnen doen. Zeker als er een mantelzorger bij betrokken is. Dat zangmaatje wil misschien tussendoor ook nog wel eens iets doen met zo iemand. Dus wij dachten dat eens in de 2 weken een hele goede tijdspanne was. Als nu blijkt in de toekomst, na een aantal maanden, dat die termijn veranderd zou moeten worden, ja, dan doen we dat natuurlijk. Ja, 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 passen we dat aan. Ja. Het aanmelden, dat krijgen we ook weer ondertiteld, ja, maar mogelijk kun je iets ook ja, al dat zeggen. Ja, dat kan bij mij. Ik heb een schriftje bij, dus vanavond kan ik al mensen noteren die geïnteresseerd zijn. En mijn e-mailadres en telefoonnummer, dat zal wel in de uitzending geprojecteerd worden. Ja, ja, ja. Zijn er nou nog zo dingen die ik ben vergeten te vragen aan jou? Dat is misschien wel goed om even te vermelden. Ars Musica heeft een uitstekende dirigent, Jos Arts. Ja. Die gaat dit ook doen. En voor hem is het ook een uitdaging, maar ik weet dat hij al aan het bekijken is van, hoe kan ik dat nou het beste aanpakken? Want hij heeft nooit een koor met mensen met dementie begeleid. Maar hij gaat daar vol enthousiasme mee beginnen. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat goed gaat lukken. Dat denk ik wel. Ja. Want wat dat betreft, het is vaak toch de doelgroep wat oudere mensen. En ja, dat is wat je helaas wel ziet bij de koren, hè? Ja. Van dat het allemaal wat ouder is. Maar des te mooier is het als het dan ook kan aanvangen, ja, toch? Ja, 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 ja. Nou, ja, de zangmaatjes zullen waarschijnlijk ongeveer van dezelfde leeftijd zijn als de andere deelnemers. Wij zijn geen seniorenkoor, maar we hebben wel de nodige senioriteit. Dat zeg je heel netjes. Ja. Mooi, mooi.
Is het nog dat, dat je nu nog, want je bent 50 jaar, zijn jullie het koor, hè, Ars Musica. Hebben jullie nog, ja, heel eventjes maar promoten, hebben jullie nog een optreden dat wij ook kunnen horen van, goh, dat is Ars Musica. We hebben hier momenteel, dat is ook een van de projecten van dit jaar, een kunsttentoonstelling georganiseerd met een kunstenaar Luiten en samen met de Kemphaan. Die gaan we 30 december gaan we dat afsluiten. Mm-hmm. En er zijn een aantal mensen, we hebben een aantal weken op rij gespreksgroepen gehad op vrijdagmiddag. Dat ging over een thema en dat had met eenzaamheid te maken. Hoe kunnen we nou voorkomen dat mensen in eenzaamheid komen of hoe kunnen we dat verzachten? Want we zijn die tentoonstelling begonnen destijds in de Week van de Eenzaamheid. En nu gaan we 30 december gaan we dat afsluiten. En er zijn een aantal koorleden die hebben op bestaande melodieën een tekst gemaakt, gebaseerd op, geïnspireerd door die gespreksgroepen op de vrijdagmiddag. Zo. En dat gaan we de 30ste hier 's middags om 14:00 presenteren. Gaan we de tentoonstelling afsluiten en tegelijkertijd laten horen en zien wat we in die tijd allemaal hebben gedaan. Geweldig. Ja. Dus iedereen is welkom dan. Nou, goed om te weten. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Het is in ieder geval zo, de Kemphaan, stel dat je in een rolstoel zit, hier is het helemaal rolstoelvriendelijk, hè? Ja. Dus ja. Dat is zo. Ja. Heel even terug naar jou, Karen. Dat zou bij de werkplaats niet anders zijn, denk ik. Dat het ook voor mensen met een rolstoel aanwezig is. Zeker. Kan zijn. Alleen het vervoer nogmaals is echt wel zelf komen, maar het kan zeker een rolstoelvriendelijk omgeving. Ja, prima. Want dat horen we bij jou, hè? Dat op eigen gelegenheid, bij jou. Dat is bij jou denk ik niet anders. Of bij jullie, dat is hetzelfde. Dat is allemaal hetzelfde. Ja. Als jullie nou zo kijken, hè, dit is nou gepromoot, hè, van het bewegen, hè, beleef kunst, beweeg mee en zing je fit. Wat hebben jullie dan daar zelf voor gevoel bij? Springt je hart over dat je denkt van yes, dit wordt nou extra kracht bijgezet? Of hoe voelt dat voor jullie? Dit zo vanavond? Ja. Ja, dat hopen we wel dat hier zeker meer deelnemers op afkomen. Ja. Ja. En is het nou dat jij ook in jouw eigen omgeving al mensen vraagt van, ja, in ieder geval instrueert zo van... Zeker, want het is gewoon een prachtig project en we zouden het dolgraag van de grond krijgen. Dus zeker. Ja. Nou ben ik zelf altijd wel in kunst geïnteresseerd. Maar kan ik daar dan ook aan meedoen als zijnde vrijwilliger? Want ik had het net over met zingen, maar dat is ook met... Het is toch wel meer bedoeld voor mensen met dementie. Ja, ja. Maar goed, als ik zo iemand mee kan krijgen... Dan ben je van harte welkom. Nou, zeg maar gewoon je. Je, helemaal dan ben prima. Je van harte welkom. Helemaal goed, ja, helemaal dus goed. De mantelzorgers mogen ook gewoon aansluiten. Ja. Ja. Nou, het is in ieder geval zo dat ik denk van... Ja, dat we alles een beetje belicht hebben. Ik zie allemaal instemmend Ja. Dan denk ik dat we gewoon het bij deze afsluiten. Wil ik jou, Karen... Eva en Jo, heel hartelijk danken voor jullie bijdrage om het te promoten met betrekking tot het dementievriendelijk Venraai, hè, wat in gang is gezet. Ik vind het erg inspirerend. Het lijkt me erg leuk. Dus wie weet kom ik echt wel een keer binnenlopen. Doen. Want dat heeft zeker wel wat. Misschien is het ook wel goed voor het thuisfront om te weten van, dat je langs ook deze initiatieven ook de danssalon hebt. En normaal zou dat 14 december zijn, maar helaas gaat dat in december niet door. Door drukte en allerlei omstandigheden en wordt het pas in januari, 18 januari, geloof ik, weer in gang gezet. De danssalon. Ja, dat is eigenlijk ook een soortgelijk iets, hè. De volgende keer, dat is 8 januari, dan gaan we het hebben over de dementie trajectbegeleider van Hulp bij Dementie. Nou, ik ben zelf er een van geweest, van de trajectbegeleiders, maar daar komt dan een collega, Laura van Kempen, en die gaat dan wat vertellen over wat haar werk is in haar omgeving waar zij voor mensen met dementie en het thuisfront werkt. Ik wens u in ieder geval voor de kerst hele prettige, fijne kerstdagen. Sfeervol, in goede gezamenlijkheid, laat ik het zo zeggen. En dan ook een goede roets en een goed begin van 2024. Tot de volgende keer. Dag. Dankjewel.